Ja, hallo allemaal. Dit is Desk en Rollen. Mijn naam is Kasper. En we gaan weer even een rondje Train Simulator spelen. En ik vond nog een oude route van mezelf. Ik ben afgelopen jaar op vakantie geweest in Terschelling. En toen terugkomend van Terschelling heb ik deze route gemaakt. Het is eigenlijk dus het eiland. Het is een beetje de eerste intro van het eiland. Later ben ik dus begonnen met een grote route te bouwen. Maar het eiland dus Terschelling heb ik dus nagemaakt. Gewoon een fictieve route. Met wel de namen van Terschelling. We zijn nu aangekomen in Westerschellinghaven. Daar voor je zie je de Tiger liggen. Hier ligt het parkeerterrein. En daar ligt de Friesland. Iets grotere versie van de normale. Daar ligt ook nog een schipje. En hier ligt dan de bootjes en de pleziervaren. Hier liggen nog wat vissersbootjes. Hier ligt nog een cruiseschipje. Daar liggen wat zeilschepen daar in de vetten. Goed, we gaan dus rijden met deze, de Japanse trein, Chinese trein, Japanse trein, ik weet precies wat het voor type het is. We gaan even een rondje het eiland doen. Wij gaan in de cabine zitten. Even de wisselstraling goed leggen. Want anders krijg je daar weer problemen mee straks. Zo. Dan heb ik ook gelijk eventjes de terugreis even. Dat die ook gelijk weer goed ligt. Die pak ik niet. Nou, we zullen even kijken wat hij dan zo meteen doet. We gaan gas geven. Ik had deze gebruikt als Brandaris. Deze. Ik had even niks anders namelijk. Onderweg. Fictief routetje dus. Op het eiland Terschelling. Oh. Er zit nog een beste acceleratie op deze trein. Komen zo'n eind aan bij de eerste halte, dat is Westerschelling, strand. Hier zitten wat takjes in de weg, kan ik zeggen. We gaan in de rem. Voor de eerste stop. Dames en heren, de volgende stop is Westerschellingstrand. Westerschellingstrand. En die gaan we voorbij. Kleine rijtje. Moet kunnen. Aangekomen op Westerschellingstrand. We zijn iets door gerealiseerd, maar ja. Dat doet er niet toe. Dit is Westerschellingstrand. Alleen ik mis dat het hotel van Westerschelling. Helaas, hier zitten wat winkeltjes. En hier zit de pier.
Met daarop dus een reuzenratje. En dit. Achter zie je nog een cruiseschip varen. Deze. Zo. We gaan weer terug naar de trein, want we moeten weer verder rijden. Nu komen we aan bij het langste stukje, zonder stops. Ik vind die toeter echt helemaal niks. Ik heb ook het gevoel dat die alles hier zweeft, hier volgens mij. Lekker standaard geluidje van Microsoft Train Simulator. Als er mensen zijn die dat nou kunnen veranderen, dat geluid, dat zou heel mooi zijn. Even een drivebike doen, denk ik. Hier zo bij het zijn, is dat misschien wel leuk. Op de heuvel. Daar komt de trein aangereden. Met zijn maximale snelheid van 150 km per uur. Terwijl het baanvak 126 km per uur is. Dat haalt het niet eens. Kortom dus een fictief routetje op de Schelling. Deze route heb ik volgens mij afgelopen jaar gebouwd, net toen ik terugkwam uit de Schelling. Maar ik vond het wel grappig om hem te maken en er even te laten zien aan u, jullie. Ik zie nog wel een beetje kalig hier, moet ik zeggen. Deze kant van de Schelling is het ook niet veel. Is het ook niet echt druk. Het is meer de andere kant. Hè. En dan praat je over Hoorn en Midsland. Daar is het toerisme wat meer. Want daar zitten ook alle campings en hotels aan die kant. Deze kant is eigenlijk meer de toeristische gebied. En natuurlijk het strand. Het lijkt alsof hier ook de corona is uit is gebroken, want het is heel rustig hier. Wat de hel is dit? Ja, Rad van Fortuin. Holstein, dat is een aanpassen zoals nog.
Net alsof iemand aan het paardrijden is. Dan komen we aan bij het eerste halte, namelijk Hoorn, de tweede halte. Dan wordt het ook wel weer wat mooier. De route wordt nu ook mooier. Gisteren, dus 21 maart 2020, mijn eerste complete scenario gereden van mijn andere route, het eiland. Ga dat zien, staat op mijn kanaal, online. Dat hebben we gisteravond nog meer gedaan. De 21ste van maart hebben we nog Boyacá's gespeeld. En een roodje bussimulator. Alle drie staan die dus op mijn kanaal. Zelfs ook nog gevlogen. Er zijn er zelfs vier. En vandaag doen we niks anders dan weer uploaden, denk ik maar. Want wat moet je anders doen in deze dag? We gaan in de rem. Voor onze eerste stop, namelijk Hoorn. Nou, nu krijg ik in één keer een NL-alert. Over de corona. Oh, nog een keer. We mogen alweer. Ik zet even dat ding uit zo meteen, want er is ook een beetje panisch van. Ja, dat was dus weer de corona-oproep. Ja, kijk eens naar het mailtje van de overheid, Rijksoverheid. Op hou 1,5 meter afstand. Bent u ziek of verkouden? Blijf thuis, bescherm uzelf en de mensen om u heen. Samen tegen corona. Ja. Ik hoop dat er gauw maar een vaccin vrijkomt of uitkomt. Goed, inmiddels zijn we weer op onze cruise speed. We zitten nu onderweg weer richting Voorrobberen. De volgende stop is Voorrobberen. Met daar ook de molen van Voorrobberen. Ik dacht namelijk dat de molen in Hoorn stond volgens mij, maar...
Zo. Aangekomen in Formeren. Dit is Formeren. Met daar dus de molen. En voor zit hier ook nog ergens een midgetgolfbaan. Ja, die zit niet in de route gebouwd hoor, maar... Want hier heb ik nog lopen midgetgolf hier. Bij de molen volgens mij. Is dat wel een trekkertje hier? Daar ga je naar de zeekant toe. De Waddenzee, zeg maar. Oh, mooi hoor. Zo. En voor we mogen alweer vertrekken volgens mij. Ja. Dan duurt het zeg. Gaan we onderweg nu weer naar Midsland. Hé, hey, toen ik was het rustig. Aangekomen in Midsland. Oh. Veel frisson-objecten heb ik hiervoor gebruikt. Voor mij heb ik hier alleen maar frisson-objecten voor gebruikt. Maar... Oh, een witte hart. Dat heeft totaal geen rem trouwens. Yo, stap er nog heel wat uit, moet ik zeggen. Dit is dus Midsland. Met hier een John Deere-trekker. Ik zeg maar wat, daar is de kerk. Midsland dus, vrij grote plek. Hier zaten wij toen met de vakantie op de Schelling, Midsland. Hierachter, zo moet zeggen. Hier zo erg in dies. Daar zaten we ongeveer. Nou. Lekker. Goed, nu komen we aan bij de laatste stop. Weer. Westen Schellinghaven. Even kijken of nu mijn... Even kijken of mijn straat nu goed recht. Nou, nu kan ik hem helemaal niet meer omzetten in de wissel. Maar toch wel. Zo is hij goed. Oh, je shifting baby. Wat een tempo. Maar niet heus. Wissel. Die wissel. Dus ligt hier ook nog
de weg hiernaast, de doorgaande weg naar Westerschelling, ja. Ik kan even kijken. Ja, hier ligt hij inderdaad. Even een druifblaadje doen. En daar komt Westerschelling aan gereden, zou ik zeggen, maar een eindpunt. Ik heb trouwens grilje. Even kijken of nou nog de Wisselstraat goed stond. Oh, verkeerde. Even kijken of nou nog de Wisselstraat goed staat. Ja, alles is goed. Waarom ga ik nu remmen in één keer? Oh, hij remt af op de... Oké. Dat is vreemd. Zegt hij. Ik hoop dat we door mogen rijden. Maar dat gaat nu gewoon brood nu. Ik doe nu helemaal niks, hè. Ik geef geen gas, ik doe helemaal niks. Ik rem niet. Dit is een spooktrein. Op de Schelling. Nou, dat is dus die toren die je daar ziet. Dat moeten ze de Brandaris voorstellen. Ik had helemaal geen Brandaris. Oh nee, ja. Dit vind ik wel zo'n achtelijk ding. Het liedje. Goed, aangekomen op Westerschelling. Nou, zo zijn we begonnen net. Goed. Ik zou wel een hoge instap moeten zeggen, hoge instap. Oh, hij doet gewoon de lamp even aan. Ik vind het een raar treintje trouwens. Goed, dit was hem voor nu. Dit was mijn fictieve route. Het eiland Terschelling. Tot de volgende. Toedels. Dag.